Goedemorgen, het is vandaag woensdag 29 april, zo rond 11:15. Ik ga vandaag weer vloggen voor jullie. Ik heb een heel leuk event en als jullie mijn site al volgen of het weekoverzicht van afgelopen maandag hebben gezien, dan heb je gezien dat ik uitgenodigd ben voor een exclusief pers-event van Victor en Rolf en dan de Geur Flowerbomb die 10 jaar bestaat. En dat wordt gevierd en daar mag ik bij aanwezig zijn. Het is in de Bijenkorf in Amsterdam en het is sowieso voor mij al een snoepwinkel, al die cosmetica afdelingen. Ik ga er altijd graag naar binnen als ik in Amsterdam ben. Dus ik ga er zo meteen naartoe, maar ik ben een beetje gestrest. Ik ben op tijd opgestaan en ik ben nog eigenlijk te laat om te vertrekken. En dat komt, ik heb een nieuwe krultang geprobeerd en eigenlijk no to myself is beter om niet te doen als je naar iets moet, want ik baal zo van mijn haar. Er zitten wel krullen in, maar het pluist aan alle kanten en ik heb het net al vastgemaakt en geprobeerd iets van te maken. Ik heb geen tijd meer om iets anders van te maken, dus eigenlijk ben ik helemaal niet happy met mijn haar. En je weet het, als je haar niet goed zit, dan voel je gewoon niet happy. Ik ga vandaag een keertje met de trein heen. Dat komt, jullie weten, ik heb een schouderblessure. Vandaar ook dat de camera wat vaker trilt en dat ik wat vaker switch van arm. Dus dan weten jullie dat. Ik heb een chronische slijmbeursontsteking al heel lang. Moet ik eigenlijk al geholpen worden. En er is iets niet goed met een pace. Dus ik kan lange afstanden kan ik helaas niet meer zelf rijden. En vandaag was het niet anders dan dat ik heen met de trein ga, maar ik word terug opgehaald. Dus dat scheelt. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet zo'n fan van treinreizen. Ik doe het ook nooit. Dus ik vind het toch wel een beetje spannend. Maar voordat ik moet echt snel gaan. Ik zie jullie zo meteen, maar ik laat nog even snel zien wat ik draag. Nou, ik draag een zwarte kool. Eigenlijk heel simpel. En die heb ik al jaren. Die is volgens mij van Steps of zo. En hij blijft mooi. En hij zit lekker. Het draagt gewoon fijn en zo. Verder draag ik een hoge taillebroek. Deze is van H&M. Ze zijn weer helemaal terug van weg geweest. De hoge taillebroeken met wijde pijpen. Ik vind ze heel mooi. Super vrouwelijk. Het riempje wat ik draag met de gouden gesp is ook van H&M. En deze broek heeft dus wijde pijpen. Nou weet je, ik laat het gewoon even zien. De pijpen zijn ook weer niet te wijd, dus het is wel makkelijk om je erin te bewegen. En ik draag daaronder dus blokhakken. Ik denk dat het wel leuk bij die wijde pijpen om daar blokhakken onder te dragen. En de schoenen komen ook van H&M, dus zo met zo'n bandje. En als tas neem ik mijn Michael Kors mee. Ik denk ik ben nu helemaal in het zwart. En het is dan wel leuk om daar een kleur bij te dragen. Dus mijn nieuwe Michael Kors gaat mee, ik ben daar sowieso super blij mee. En hier kan ik ook al mijn spulletjes in doen, mijn camera, telefoon, lader. Een lipstick en noem het maar op. Nou, ik ga als een speer nu de deur uit. En dan zie ik jullie zo meteen weer. En voordat ik het vergeet, ik draag vandaag deze oorbellen van Ludora Boutique. En denk dat fleurt de boel een beetje op. Ik heb nog gedacht om mijn Chanel oorbellen aan te doen. Maar ik ben er weer bang dat ik ze kwijtraak. Ja, stom misschien, want ik moet die dingen gewoon dragen. En als geurtje, dat is deze Trésor. La Nuit. Trésor, geloof dat ik het zo goed zeg. Of is het Trésor La Nuit? Heerlijke geur. Die blijft ook de hele dag hangen. Dus dat is dan wel fijn als je weggaat. Ik stap dadelijk dus op de trein. Ik stap over in het bos. En dan vanuit het bos rijd ik rechtstreeks met de trein naar Amsterdam. En dan vanavond word ik dus opgehaald. Dus dat is wel fijn dat het dan niet weer terug hoeft met de trein. Ik weet dat er dagelijks mensen zijn die dagelijks met de trein reizen. En, maar ja, ik doe dat nooit. Ik heb dat ook nooit gedaan. Dus voor mij, even kijken hoe hard ik hier mag, ik rijd te hard. Voor mij is dat dan allemaal, nou goed, weet je, je hebt een handige app. De 9292 app, die heb ik natuurlijk op mijn telefoon gezet. En daar staat precies de route en bij welke rol je moet zijn. Dus dat is wel handig. En ik heb er zin in, Victor en Rolf. Mooi merk, mooie geuren. En op naar Amsterdam. Thank you.
Nou, ben nu weer onderweg naar huis. Of in ieder geval onderweg naar eventjes Laplace of zo. Weer onderweg om even een hapje te eten. Het was super mooi, die bloemen en zo die ik heb gefilmd. Echt, ik hou van bloemen. Ik vond het prachtig. Ik heb ook een bos meegekregen. Die kan ik jullie zo niet laten zien. Ligt achter in de auto. De chauffeur heeft mij opgehaald. Beter dan de trein. En ik heb een hele mooie doos meegekregen. Met zo'n speciale dozenstap met 10 van die miniaturen. Van die kleine flesjes. Nou, laat ik dadelijk thuis allemaal zien. Echt heel erg mooi. Nou, ik zit nu bij Laplace en ik heb, volgens mij heet het oerham met honing, mosterdsaus, frietjes en een salade. Nou, ik ben inmiddels weer thuis gekomen. Ik kreeg deze hele prachtige bloemen dus mee. Ze zijn echt super mooi. Echt heel mooi. Een echte, ja, ik ben gek op bloemen en deze vind ik heel mooi met wit en roze. En in dit tasje zat deze prachtige doos. Even kijken of ik hem zo open krijg. Daar staat ook op dat ze 10 jaar bestaan. Ik ga hem eventjes openmaken. Kijk hoe gaaf dit is. Deze speciale box met 10 flesjes, dacht ik, van Flower Bomb. Zo kun je ze overal mee naartoe nemen. En kijk hoe mooi dat eruit ziet. Oh, prachtig. Ik vind het geweldig. Het is gewoon toch al een plaatje om neer te zetten. En ik heb weer super beroerd licht, zie ik. Maar ik ga een einde maken aan de vlog. Ik hoop dat je het weer leuk vond dat ik jullie mee heb genomen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Als je deze video natuurlijk leuk vindt. En vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Vind ik super tof. Dankjewel. Ik wens jullie een hele fijne avond. Of dag eigenlijk. Het is nu avond. Maar als jullie dit kijken, een hele fijne dag. En ik zie jullie snel weer in de volgende video. Doeg!